Suriname blijft relatief gevrijwaard van de natuurrampen die zich internationaal afspelen, benadrukte professor Max Huisden, de voorzitter van Waterforum Suriname, vandaag. Huisden sprak vandaag tijdens een hydroclimate seminar in verband met Wereldwaterdag en Wereldmeteorologische Dag. Voor de wetenschapper is het evenement van enorm belang voor de samenleving. Klimaatverandering is iets dat we allemaal ondervinden en het wordt alleen maar spannender om het zo uit te drukken. De oplossing voor klimaatverandering is natuurlijk integraal waterbeheer. En we zullen straks zien waarom dat belangrijk is. Kennis van de watersystemen staat centraal. We zijn vandaag binnen de context van het PTC. En als opleidings- en onderzoeksinstituut speelt het PTC natuurlijk een heel belangrijke rol hierin. Maar wat doen we met deze informatie? Suriname, waar gaan we heen? Dat is natuurlijk uitermate belangrijk om vast te stellen als land. Een stukje beleid moet worden gemaakt op basis van evidence, onderzoek en onderwijs. Huisden zegt verder dat een kennis van de watersystemen in Suriname van belang is. De hogescholen zoals het PTC en de Anton de Kom Universiteit van Suriname zullen daarom programma's opzetten die zich specifiek zullen bezighouden met water. Water een economische waarde heeft. Ja, wij gaan er als Surinamers nog een beetje te licht mee om. Maar ik zei het reeds, we moeten ons bewust zijn van eigenlijk de rijkdom die we bezitten, ook in de vorm van schoon water. En als ik dat gezegd heb, dan wil ik even de nadruk leggen op wat er daar in het rood staat. Kijk, er worden oorlogen gevoerd over olie. Ja, en olie is niet eens een eerste levensbehoefte. Het is een luxe. Ja, wel noodzakelijk, maar het is een luxe. Water daarentegen is een eerste levensbehoefte. Niemand kan zonder water. Zonder water is er geen leven mogelijk. En Suriname is een van de weinige landen die nog beschikt over grote hoeveelheden schoon water. Dus wanneer we praten over een integraal beleid, dan moeten we ook meenemen hoe gaan we op de midden- en de lange termijn om. De professor merkt op dat het belangrijk is dat Suriname haar schone waterbronnen veilig stelt. Hiernaast is het ook goed dat studies worden meegenomen in het beleid dat wordt uitgestippeld door de autoriteiten.